Oh, kijk. Jullie moeten ook een... Zij moeten ook even een zinnetje schrijven. Mehmet, weet je wat je aan het doen bent? Ja, ik maak Overvecht wat vrolijker. Oh, wat vet. Wat vet. Rijker. En jij woont in Overvecht? Nee, ik woon in Oud-Noord. Maar je komt vaker in Overvecht? Ja. Heb je vrienden hier of familie? Ja, al mijn vrienden wonen hier. Oh, oké. Okay. Zou je hier niet naartoe willen verhuizen? Ah, ligt eraan. Misschien in de toekomst. Ja. Maar nu maak je het in ieder geval gezelliger. Doordat je een motorfiets aan het tekenen bent, toch? Ja, klopt. Is dat uitlaat wat je aan het doen bent? Wat zijn die dingen? Dat doet die collega van mij. Ik weet niet precies wat hij doet. Oh, er is nog iemand aan het schrijven. Of is dat Jan Willem? Het is maar Jan Willem. Oh, Jan Willem. Daar is u in de wijk. Ja, mijn deur. En Freedom komt er bovenop. Freedom, ja. Ja. En geldt dat alleen voor Overvecht? Of is dat misschien ook een algemene uitspraak, hè? Dat is eigenlijk algemeen. Voel jij je vrij? Ik voel me vrij, ja. Ja? Waarom zijn er mensen die zich niet vrij voelen? Of wat denk je dat... Wat heb je nodig om vrij te voelen? Om vrij te voelen heb je eigenlijk geen muren nodig. Als je geen muur hebt, dan ben je vrij. En zijn dat fysieke muren? Of zijn er ook andere soorten muren? Ja, je kan eigenlijk ook andere soorten muren gebruiken. Ja. Ja. Maar dat is een beetje moeilijk om uit te leggen. Nee, ik denk dat de mensen het wel begrijpen, hoor. Hopelijk. Ja, zeker. Je kan ook een muur in jezelf voelen. Dat je gewoon... Dat er een scheiding is tussen jou en de buitenwereld. Ja. Maar je hebt geen muren? Nee, gelukkig niet. Nee. Ja, nice.